Ik heb een hekel aan challenges op Facebook. En ik prijs me dus ook gelukkig dat nog niemand me heeft uitgenodigd om mee te doen aan de challenge waarin je tien dagen lang elke dag een vinylplaat mag laten zien. Die iets te maken heeft met jouw muzikale jeugd. Zonder daar iets over te zeggen. Eén, ik hou niet van challenges, dus ik doe sowieso niet mee. En twee, als ik dan toch iets moet laten zien over mijn jeugd, dan ga ik er ook wat bij vertellen. Dus, ik vond. Al enige tijd geleden op solder uh, op mijn niet hele grote stapeltje vinylplaten van vroeger. Laten we er even naar gaan kijken. Gaan we doen. Ik heb de platen een beetje op volgorde gelegd. Dan blijft de lijn en vooral het tempo erin, anders wordt het filmpje lang. Het vorige filmpje was lang genoeg, toch? Eerste plaat. Hier denkt mijn moeder nog met zeer veel plezier aan terug. Net als alle andere platen van Iron Maiden. En het volume wat daarmee gepaard ging. Ik denk dat ze er nog wel eens gillend van wakker wordt. Uh, de eerste plaat van Iron Maiden, heette Iron Maiden. Uh, was niet de eerste plaat die ik van ze hoorde. Dat was Number of the Beast. Die kreeg ik te horen van, me, van mijn klasgenootje Marcel. En die... Uh, die, 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 die... Die had bedacht dat ik ook wel iets kon doen met muziek maken. Dus die probeerde me te leren drummen, basgitaar spelen en gitaar spelen. Nou, dat drum en bas, dat is nooit wat geworden. Dat gitaar dat, dat, dat kwam nog wel enigszins terecht. En uh, hij zei: je moet hier eens naar luisteren. Dus ik kreeg een bandje met Number of the Beast en Peace of Mind daarop. Dat vond ik fantastisch. En uh, vervolgens ben ik, uh, ben ik andere platen gaan kopen. Heel gek, uh, ik kreeg nooit platen van Iron Man. een cadeau. Wel van andere artiesten, maar nooit van Maiden. Deze plaat, wat is er vooral opvallend aan... de nummers Phantom of the Opera en Iron Maiden... die worden natuurlijk nog steeds tijdens live-optredens gespeeld. Dat zijn de klassiekers. Hierop ook nog hun eerste zanger, uiteraard op hun eerste plaat. Paul D'Anno, later vervangen door Bruce Dickinson. De Airhorn. Wat een strol, die kerel. Um, ja, een, een, een iconische plaat. Ik vind overigens dat hij niet gevel, geweldig geproduceerd was. Uiteraard, het was eind jaren tachtig en... Uh, nee, Eind jaren, begin jaren tachtig. Um, dus sowieso, uh, het was nou eenmaal die tijd. Maar ook voor die tijd, ik heb zoiets van, eh, dat had wel even beter gekund. Klinkt allemaal een beetje dun en een beetje punkig. Volgens mij had dat heel veel beter gekund. Maar goed, dat kwam later allemaal goed. Want toen kwam Killers. En dat is echt een hele fijne plaat. Als je gaat kijken naar het, het oude materiaal van Menen. Hier staan echt fijne dingen op. Um, daar hoor je niet zoveel meer van terug nu nog tijdens live optredens. Uh, uh, Rothschild wordt af en toe nog gespeeld en misschien uh, Murders in the Room ook. En ik denk dat dat het wel is. Dit was ook de laatste plaat met uh, Paul Diano. De eerste plaat met uh, Adrian Smith op gitaar. Die zit na een korte tussentijdse afwezigheid, uh, die is ook een tijdje weg geweest bij Menen, uh, zit hij er weer bij. Dat is, stiekem vind ik dat eigenlijk de fijnste gitarist van de inmiddels drie. Verder, de sound van die, van die plaat. Uh, de sound was, was fijn, de energie van die plaat was fijn. Hij, hij klopte gewoon helemaal. Uh, ten opzichte van die eerste plaat. Echt een flinke stap gemaakt. Ja, Daarna kwam natuurlijk Number of the Beast. Um, die, die had zo weer zijn, zijn eigen klasse. Um, ik heb ze niet op volgorde liggen, geloof ik. Zal ik dat snel wel even doen? Ja, zo'n beetje wel even kijken. Nou, zoals ik al zei, Number of the Beast, die had ik op een bandje samen met Peace of Mind. En daarna kwam Power Slave. Ook een dijk van een plaat, goede songwriting. En er staan echt klassiekers op als Aces High, Two Minutes to Midnight. Uh, uiteraard Rime of the Ancient Mariner en Power Slave. Als je ziet wat die gasten in die tijd allemaal al meegemaakt hadden. En dan vooral in de zin van uh, uh, het enorme tempo waar ze in zaten. Platen opnemen, toeren, en die tours werden steeds langer. Paar weekjes rust en weer helemaal opnieuw. Dat hadden ze inmiddels al een paar platen lang gedaan. Uh, dan vraag je je wel eens af hoe krijgen ze het er allemaal uitgegooid, maar ze flikten het wel. Kijk ook eens op YouTube naar de, de documentaires, die plaatsten zij zelf ook over hun, hun early days. Dan kun je een beetje zien hoe dat destijds ging. Is Best heel leuk om te kijken. Dit is gewoon een hele fijne plaat en naar aanleiding daarvan gingen zij op een enorme wereldtournee. En die brachten ze dus ook uit op plaat. Live After Death. En nou, als ik er eentje helemaal grijs gespeeld heb. dan is er deze wel. Heel veel fotomateriaal. Ook op de binnenhoezen. Oh, ik zal uren op mijn kamer hebben liggen luisteren. en naar die foto's hebben zitten kijken. En uh, dat was hem helemaal. Ik vond destijds dat het echt heel knap was hoe goed ze uh, live speelden. En ik vind nog steeds wel dat het heel knap is hoe goed zij live speelden. Maar ben inmiddels wat kritischer. Enigszins sloppy waren ze wel. En uh, ik, vond ook dat, ik vond het heel knap dat Bruce Dickinson al die zangpartijen... dat hij die eruit wist te gooien. Nou, hij wist er wel uit te gooien... maar om nou te zeggen dat hij alle tonen raakte, niet bepaald. Het grappige is, uh, Bruce Dickinson na al die jaren... Uh, hij is een tijdje weg geweest bij Meden uh, Hij is er ook een tijdje uit geweest... De, de, gewoon in zijn geheel uit geweest. Niet uit het menen, maar gewoon even uit de running. Omdat hij keelkanker gehad heeft. Daar is hij gelukkig van genezen. En op een of andere manier sinds hij daarvan genezen is... Um, zijn stem lijkt beter. Of misschien heeft hij hem wel beter onder, onder controle. Hij is live tegenwoordig echt steen en goed. Ik, uh, ik had gehoopt dat uh, binnenkort te mogen aanschouwen. Want ze zouden weer naar Nederland komen. En uh, ik ben nog nooit naar een, naar een gig van Meden geweest. Nou, dat gaat dus dit jaar ook niet gebeuren. Dat snap je wel. Wat kwam eruit na uh, hun, uh, hun uh, uh, live after death tour? Um, dat was deze. Summer in Time. Wat is het allerleukste aan deze plaat? Dat is de hoes. Um, sowieso, de hoes, hè, dat zul je waarschijnlijk wel gezien hebben. Het zijn kunststukjes. En uh, dat is sowieso wel leuk om, om naar te kijken. Maar dit is een hoes waar. Dus op de voorkant en op de achterkant. Echt van alles te ontdekken is. De bandleden staan er zelf op. Maar er staan ook her en der allerlei verwijzingen naar plekken waar ze gespeeld hebben. Platen die ze gemaakt hebben. Songs die ze gemaakt hebben. Allerlei andere zaken die met ze te maken hebben. Uh, voetbaluitslagen bijvoorbeeld. Die gasten zijn allemaal gek op voetbal. Dus uh, ook hiervoor. Voor deze plaat gold weer luisteren. En ondertussen naar de, naar de Hoes kijken. Dat was echt iets uh, waar ik me veel mee bezig hield. Uh, verder, wat was het bijzonder aan deze plant? aan deze plant, aan deze plaat. Ze gingen voor het eerst uh, synthesizers gebruiken, gitaarsynthesizers. Eerder hadden ze nog eens gezegd van, uh, met keyboards kun je geen, uh, geen metal maken. Nou, schijnbaar dachten ze daar inmiddels iets anders om, uh, over. Hoewel, die keyboards, dat was schijnbaar nog steeds uh, niet helemaal dan. Dus kozen ze voor gitaarsynthesizers. Oftewel, je gebruikt een gitaar om een synthesizer aan te sturen. Daar hebben ze spijt van gekregen. Dat is onbetrouwbaar, uh, onbetrouwbaar spul, of in ieder geval in die tijd was het uh, onbetrouwbaar. Uh, dus dat hebben ze letterlijk één plaat volgehouden. En toen zijn ze gestopt met gitaarsynthesizers. Schijnbaar vonden ze het idee van wat ander geluid kunnen gebruiken wel interessant. Want op een volgende plaat, Seventh Sun of Seventh Sun, gingen ze voor het eerst keyboards gebruiken. Volgens mij zijn ze daar op latere platen eigenlijk ook weer van afgestapt, of grotendeels van afgestapt. Hier stonden echt wel wat, uh, wat nummers op waar uh, keyboards af en toe even prominent langskwamen. Uh, dit is een fijne klant. Het is een, een conceptalbum. Seventh Son of a Seventh Son uh, is, een, is een verhaal wat erop neerkomt dat de zevende zoon van de zevende zoon dat die, uh, paranormale krachten heeft. Nou, en dan kun je als uh, metalband die de neiging heeft om een beetje de, de, de symfonisch-achtige en verhalende kant op te gaan, daar kun je mooie dingen mee doen, daar kun je mooie uh, nummers over schrijven. Dat hebben ze gedaan. Uh, wat kom je hier tegen? Can I Play With Madness? Daar heb ik uh, toevallig laatst nog een, een, nou inmiddels al een tijdje geleden, een akoestische cover van gedaan. Die vind je op mijn, uh, op mijn kanaal. Die Evil Dead Man Doer wordt nog steeds veel gespeeld op, uh, op live uh, concerten. Um, Only the Good Die Young is misschien een nummer wat je wel eens tegenkomt. Interessante plaat. Vooral muzikaal interessant. Lang niet iedereen zal er heel enthousiast over zijn, maar uh, Volgens mij is het ook een plaat waar zij zelf nog steeds heel enthousiast over zijn. Dus dat is leuk. Nou, toen ze al die uitstapjes hadden gehad met, uh, met uh, toetsen en synthesizers, besloten ze van: oh ja, we waren een, een rockband, een metalband, laten we weer eens gaan rammen. Dat werd uh, No Prayer for the Dying. En uh, nou, dat verschil dat kon je goed horen. Het was de eerste plaat waarop uh, Yannick Geurs meedeed als gitarist, die was de vervanger van uh, Adrian Smith, die er uh, een tijdje uitging. Uh, die was er vooral klaar mee dat, dat het muzikaal allemaal niet zo fijn weer, meer was. Uh, als je ook live optredens uit die tijd ziet, dan, dan snap je dat wel. Je moet ze maar eens terugkijken op YouTube. Al die nummers werden echt in een ijzingwekkend hoog tempo afgeraffeld op het podium. En hij vond het gewoon echt niet fijn meer. En ik snap dat wel. Ja, eigenlijk kon je dat op Live After Death al horen. Uh, de, de, elk nummer eindigt uh, zeker twee keer zo snel als het begon. Ik kan me best voorstellen dat hij daar niet blij van werd. Hij is later teruggekomen en toen zijn ze dat schijnbaar beter gaan doen. Dit was dus de plaat waarop ze besloten van we gaan maar weer eens rammen. En zeker bij de eerste twee nummers, kan en Holy Smoke, die, die heb je misschien wel eens langs zien komen als je Maiden een beetje kent. Inderdaad, je zet die plaat aan en het is meteen bam, van dik hout zaagt men planken en vol keer gaan. En uh, ja, er zat wel wat bal in. Uh, een ander nummer wat je misschien kent is Bring Your Daughter to the Slaughter. En uh, dat nummer dat heeft volgens mij nog gefungeerd als soundtrack bij een uh, Nightmare on Elm Street film. Dan. Even kijken als ik zo doe. Herken je hem dan? Ook wel een icoontje hoor uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Vandenberg, de debuutplaat. Met uh, Atje van den Berg. En uh, hoe heet de beste man ook alweer? Bert Hering op zang. Die, die kennen we nog uit een latere opleving in zijn carrière, waarin hij allerlei uh, Engelse liedjes in het Nederlands ging vertalen. Julie, Julie. Nee, ik zeg het waarschijnlijk verkeerd. Maar als je, als je, als je dat langs hoort komen, herken je het meteen. Um, ja, iconische plaat. Uh, hierop staat bijvoorbeeld Burning Heart en dat was echt een wereldhit. Ik heb daar laatst ook een cover van gemaakt. Dat kun je ook vinden op mijn uh, YouTube kanaal. Um, ja, wat kan ik er nog meer over vertellen? Ik vind de sound van de platen een beetje raar. Je moet hem maar eens luisteren op Spotify. Um, ik, ik weet het niet heel direct, maar ook uh, de, de, het is niet warm of zo. Het is koud en uh, ik vind hem ook een klein beetje, beetje snerpend. Maar in ieder geval heel eigen. Ze hebben later nog twee platen gemaakt en uh, daar staan echt hele mooie dingen op. Ja, uh, Adje van den Berg is gewoon een fantastisch gieterist, maar ook een fantastisch componist. Hij heeft. Uh, hij speelt tegenwoordig weer met uh, Vandenberg's Moon Kings. Ik heb die uh, laatst live gezien. Ah, dat is echt gewoon fijn. Hij is, uh, na zijn carrière bij Vandenberg is hij, uh, is hij uh, een tijdje gitarist geweest, geweest van Whitesnake. In de tijd dat het echt een hele, hele, hele grote band was. En er zit eigenlijk nog wel een beetje een sneu verhaal aan. Want hun grootste plaat uit die tijd, waarvan ik eerlijk moet bekennen dat ik de titel even niet weet. Daarvan denkt iedereen van, oh ja, ja dat is ingespeeld door Adje van den Berg. Ja, helaas, dat is niet zo. Hij is wel voor een heel groot deel verantwoordelijk voor het schrijven van die plaat. Maar op het moment dat hij het moest spelen, toen uh, was hij daarvan niet beschikbaar. Wat was dat ook alweer? Ik denk dat hij een blessure had. Is hij niet tegen, uh, tegen de spiegel van een vrachtwagen aangelopen of zo? Nou, weet ik niet. Het is dus in ieder geval was zonde. Hij was als schrijver verantwoordelijk voor een groot deel van die plaat, heeft er geen nood op meegespeeld. Volgens mij zijn, is er zelfs sprake van dat hij en uh, Dave Coverdale, de zanger van Whitesnake, dat die nog eens gaan proberen om die plaat opnieuw op te nemen, zodat je alsnog al die partijen zelf in kan spelen. Zou leuk zijn. Dan blijven we even in dezelfde sfeer om uh, de volgende er wat in te houden: Halloween. Een van de andere uh, uh, metal- of rockbands, hardrockbands uit die tijd die het leuk deed. Ik kan er verder niet zoveel over vertellen. Uh, andere band die het in die tijd goed deed was, uh, was Vengeance. En uh, volgens mij met name de zanger daarvan, die doet tegenwoordig nog wel wat uh, prog-metal, symfonisch achtige dingen met grote kastelen en zo. Uh, ja, dit was toch wel de tijd dat je, dat je één keer per week s'avonds om tien uur naar Henk Westbroek ging luisteren op de radio. Want uh, hoe heette dat nummer ook alweer? Iets met beton of zo? Weet ik niet meer. Maar dan was er een uur lang hardrock op de radio. Behalve platen kopen of bandjes met elkaar uitwisselen... was er eigenlijk geen andere manier om naar hardrock te kunnen luisteren. En toen kwam het ineens op de radio. Bedankt, Henk. Even kijken, hoor. Ja, en dan trek je nog wel eens ergens iets uit een platenbak. Ik weet er, echt... Ik heb geen idee wat me bezielde om dit te kopen. Misschien heb ik hem ook wel cadeau gehad. Een of andere verzamelaar met uh, Bang Your Head van Quiet Riot... Deliverance van Queensryche... Dat is wel een naam die me toen bijgebleven is. Queensrÿche, fijne band. Bears van Zebra, ken ik niet. Distant Early Warning van Rush, ja, weekend Rush niet, maar dat was ook mijn eerste kennismaking. Mystery van Dio, Dio kende ik al, komt zo nog langs. Helix komt nog langs, uh, of tenminste staat nog op deze plaat. Krokus, Armored Saint was destijds ook nog wel enigszins een bandje. Y&T. Is volgens mij ook altijd een grote naam geweest. Maar ik ken er niet, uh, niet heel veel van verder. En Still Loving You van de Scorpions. Wereldhit. Ja, dat was ook wel een ding. Dat was een van de, van de hardrock-bands die in die tijd een wereldhit scoorden. Ik weet ook nog wel, nog even terug naar Iron Maiden. Dat die toen in de, in de top 10 kwamen met, uh, met Wasted Years. En toen kwamen ze bij Countdown op café. Ik wist niet wat me overkwam. Dat vond ik helemaal geweldig. Ja, is nooit meer gebeurd. Staat me wel bij, uh, Bruce Dickinson werd toen geïnterviewd door Adam Curry aan zo'n klein tafeltje. En uh, als je geïnterviewd werd, dan mocht je ook samen met Adam Curry de top 10 na, uh, 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 oplezen. En uh, dan kwamen de singeltjes, want die had je in die tijd, die kwamen dan ook langs. Dus dan kon je het singeltje laten zien. Uh, ook de Bengals die stonden toen in de top 10 met de Walk Like an Egyptian. Dat singeltje dat werd door uh, Bruce Dickinson ter plekke in tenminste twee, maar waarschijnlijk meer stukken gebroken. Dat vond hij me helemaal niet. Even kijken hoor. Ja, we zijn bijna door, uh, door mijn Metal Mania heen. Hier werd het al, uh, al wat commerciëler. Dev Leppard, Animal. Dit is volgens mij een EP. Even kijken. Ja, Animal. Tear it down. En Animal, de extended version. Blijft toch een bijzonder verhaal, Dev Leppard. Ik weet nog steeds niet wat ik ervan moet vinden. Uh, ja, qua compositie doen ze vaak hele interessante dingen. En die gitaristen die doen stiekem ook wel hele interessante dingen. Maar het is, het is zo poepig glad allemaal. Ja, ik, ik weet het niet. Ik, de, het, het, heeft mij, nee, het heeft mij nooit helemaal warm kunnen maken. Goed. Ga ik die er meteen bij pakken? Ja, momentje, ik moet er nog een bij pakken. Mijn lieve moedertje die, die ging mij een plaat cadeau geven. En had zoiets van: ja, het moet wel iets met rok zijn en lange haren en zo. En dat werd dit. En dat had ze eigenlijk best wel goed gegokt. Het is dus eigenlijk uh, lekker een beetje middle of the road rok. En dat, dat mag allemaal net. Maar achteraf van best wel een iconische band. Het grappige is: als je hier aan de binnenkant kijkt van deze hoes, dan uh, staat daar een staartje. Waarin van de nummers die op deze verzameldubbelplaat staan, is aangegeven wat hun hoogste positionering is geweest in de, in de hitparades. En je kan uit dit lijstje afleiden, ja ja ja, daar kwamen ze wel in, maar een top 1, top 1 hit hadden ze nooit gescoord. Dat kwam later alsnog goed, volgens mij met de in Indie Army nou. Nou, toen was het, het rock'n'roll er eigenlijk stiekem wel een beetje af, want het was een heel glad commercieel plaatje. Maar goed, het is ze uiteindelijk gelukt. Wat staat me hier verder van bij? Dat ik dit uh, draaide tijdens mijn huiswerk en uh, volgens mijn moeder natuurlijk veel te hard, want uh, zo kon je niet leren. En uh, ja, dit heeft me toch wel geholpen om de, de standaard uh, rock'n'roll riffjes uh, die zij gebruikten, om die uh, enigszins onder de knie te krijgen. En verder, uh, Status Quo en Live Aid, dat is me altijd bijgebleven. Die jongens, die uh, volgens mij openden ze. En dat was wel een ding. Iedereen was vol verwachtingen, vol Wembley. En dan komt er de hele dag muziek. Hoe zou dat zijn? En toen gingen zij inzetten en... Uh, oh, wacht, dit is het dus. Dat deden ze best goed. Ja, steeds gewoon. En hoe ik hier aangekomen ben, weet ik niet. Waarschijnlijk voor, uh, voor heel weinig uit een of andere verzamelbak opge opgeduikeld. Historia della musica rock. Status Quo. Oftewel, waarschijnlijk een of andere serie van platen die uitgebracht is over allerlei verschillende rockbands. En, uh, nou. Ook redelijk waardeloze nummers en zo. Dus daar gaan we het verder niet over hebben. Dan, ik noemde het net al even op een ander verzamelaadje: Dio. Uh, ook veel op, uh, op bandjes gehad, maar. Uh, Dream Evil van Dio. De zangers zul je kennen als Ronnie James Dio, die bijvoorbeeld Love is All, zo'n, uh, je weet wel dat liedje met dat filmpje van die, uh, van die kikkers. Wat een strot. En die kerel die was echt, nou als hij zo groot was, kun je het zien? Nee hè, echt, echt een kaboutertje. Maar zo'n enorm grote stem. Uh, ga dat ook eens op, op op YouTube. Ronnie James Dio, het is fantastisch om die man te zien zingen. Klein maar grote bezwerende gebaren. En theatraal. En een enorme strot. Een ongelooflijk goede zanger. En uh, ja, toch ook wel hele fijne muziek gemaakt. Dus uh, deze had ik. Ik had ook nog wel wat op bandje staan. Want dat was die tijd hè. En uh, dit is Intermission. En dat is volgens mij een verzamelplaatje. Want daar staan uh, nummers op van verschillende uh, platen die ze hebben uitgebracht. Ik, ik ben gek op goede rockzangers. Even een buitenbeentje. Ik heb geen idee waarom ik dit ooit gekocht heb. Het zal de tijdgeest geweest zijn en uh, de periode waarin ik uh, tot de ontdekking kwam dat er meer was dan hard rock en Iron Maiden alleen. Uh, volgens mij, toen dit uitkwam, was Frank Boeien gewoon op zijn, uh, op zijn toppunt. In ieder geval qua bekendheid. En. Uh, Verder kan ik er niet zoveel over vertellen. Uh, welkom in Utopia. Dat is een nummer, daar kan ik me nu al voor de geest halen. Uh, Winter in Hamburg komt me ook vaak bekend voor. En al het andere komt me niet bekend voor. Ik heb een buurvrouw van me beloofd dat ik wel een kaffertje van Frank Boeien op ga nemen binnenkort. Ik moet alleen nog even uitzoeken wat. Dus weet je wat je kunt verwachten. We zijn er bijna doorheen. Nog eventjes een, een hele andere categorie. Toto. Dit was rond de tijd dat ik een jaar of 14, 15, misschien 16 was. Toen waren ze heel groot. Toen brachten ze de Seventh One uit. Dat is die plaat waar Stop Loving You op stond. Euh, met Joseph Williams als zanger. En die vond ik echt geweldig. Wat een strot. En bovendien, de plaat was ook gewoon fijn. Die jongens die deden het hartstikke goed. Uh, met name achteraf, Home of the Brave. Wat een nummer. Echt. Ja, ja goed. Uh, het, het is natuurlijk sowieso al een band met, met ontzettend goede muzikanten. Uh, eigenlijk uh, een, een bij elkaar geraapte zootje van, uh, van muzikanten die altijd al veel sessiewerk deden. Uh, maar ja, goede muzikanten, uh, goede componisten. Dat werkte goed samen. Uh, ja, helaas zijn er ook wel een paar omgevallen. Dat is dan wel weer treurig. Ik heb hier wel van genoten. Poepie commercieel. Maar uh, weet je, als je uh, 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 commerciële muziek maakt die gewoon wel goed in elkaar zit, waarom niet? Ja, en dat krijg je dan hè. Dan ga je ook de verzamelaar kopen. En uh, wat kostte die? 26,95. Je kan wel zien, dat was inmiddels een, een paar jaar later. ...werden de platen weer duurder. Dat is nog een originele Discoland sticker. Uit Denkhuizen. Discoland. Ja. Die hebben best geld aan mij verdiend. Ja, wat kan ik hierover zeggen? Een verzamelaar van Toto. Dan. Dit hoort ook bij elkaar. Eens kijken of je dit kent. Ik zeg even niks. Iets met koeien. Nog meer koeien. En hier ook nog wat koeien. Ah, nou heb ik al verklapt wat het is. At the Mother, van Pink Floyd. Uh, niet iedereen kent die plaat. Ja, ben je een beetje Pink Floyd fan? Dan kennen het natuurlijk wel. Maar mensen die Pink Floyd kennen van The Wall, of misschien van. Uh, 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 uh. Oh, jeetje, wat erg. Dat komen er ze allemaal weer. Dark Side of the Moon. Ja, Dark Side of the Moon, Stanley. Ja, die, die kennen dit misschien niet. Um, een plaat met, met best een, een redelijk uh, experimenteel karakter in de zin van uh, uh, het laatste liedje op de plaat is eigenlijk een opname van allerlei geluiden tijdens een of andere uh, ontbijt. Dat heet dan ook Ellen's Psychedelic Breakfast. Daar moet je van houden. Um, Kant één van de plaat bestaat eigenlijk uit één lang nummer. En dat hebben ze opgenomen met uh, wat uh, muzikanten met, met wat, uh, wat blazers. En dan moet je meer denken aan een orkest. Ja, niet echt een symfonieorkest, maar wel zeg maar een, een typische orkestopstelling. Ook met wat vocalisten. En die zongen geen teksten, die zongen klanken. Maar eigenlijk een, een hele fijne compositie. Waar op een hele leuke manier dat soort instrumenten gemengd wordt met gewoon eigenlijk gewoon een, een, een rock of een bluesachtige band. En uh, ik kan van dat stukje van de plaat altijd wel enorm genieten. Dus vind je dat interessant? luisteren er is naar. Volgens mij waren de mannen er zelf niet zo ontzettend uh, over te spreken. Was het meer zoiets van ja, 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 we hebben een contract, contract getekend om platen te maken. En dan gaan we nu dit maar doen. En toen was het af. Dus toen hadden ze aan hun verplichting voldaan. Maar dan hadden ze zoiets van nee, is niet het beste wat we ooit gemaakt hebben. Nou, kan dat gauw als je heel veel goede platen gemaakt hebt. Maar zo beroerd vond ik het eigenlijk nog niet. Ik heb er altijd wel van genoten. Adam Hartmutter. Dan. Ook Pink Floyd. Animals. Dus uh, ja, dat mag je wel een conceptalbum noemen: uh, Pix on the Wing. Dogs. Pix three different ones: Sheep. En nog eens uh, Pix on the Wing. In dit geval two. Uh, mooie plaat. Uh, veel experimenten, uh, experimenten met, uh, met synthesizers en de geluiden die daaruit komen. Uh, ook heel lekker gebruik van akoestische gitaar. Uh, uh, en dan vaak ook nog op een, op een, op een ritmische manier die je, niet in, veel, die je in, in niet veel andere muziek tegenkomt. Dus uh, ik vind dat wel mooi. En eigenlijk het hoogtepunt op deze plaat, volgens mij, is dat uh, ergens halverwege dogs. Uh, daar valt, uh, valt alles eigenlijk in één keer stil op een, op een breek. En daarna zet uh, uh, Gilmore een gitaarsolo in. Uh, echt zo'n zo gillende, zingende gitaarsolo met lange noten. Uh, veelal tweestemmig ingespeeld. En die eerste noot al is zo raak en gaat door mergen en been. Uh, zoek dat nummer eens op. Zet het eens op. Ik denk als je het hoort... Herken je het stukje meteen? Ah, dat bedoelt hij. Um, dat zijn de dingen, dat, met name zijn de dingen waarvan, waar, ja, waar ik heel gek op ben als het om David Gilmore gaat. Die man zingt met zijn vingers en ja, dat doet het hem fantastisch. Nou, en bij Pink Floyd hoort natuurlijk ook uh, The Wall. Ik kan er niet zoveel over zeggen, want alles is er al over gezegd. Als ik je een tip kan geven, um, uh, kijk ook de films, als je dat nog nooit gedaan hebt. Uh, ik, zal... <coughs> ik zal... Het is een beetje stoffig. <coughs> ah, um, wat wou ik nou zeggen? Ja, ik zal niet zeggen dat het per se een ontzettend goede film is. Um, maar joh, als je er toch de tijd voor hebt, en dat zou zomaar eens kunnen tegenwoordig... Um, het, het vertelt wel het verhaal van deze plaat, uh, wat je er hopelijk al ooit alles uh, um, uit hebt weten te halen door gewoon naar de plaat te luisteren. Maar het is leuk om ook de beelden erbij te zien. En Als je dan ook nog wel eens een voorstelling van de wall gezien hebt, hey, maak, uh, maak dat trio gewoon eens eventjes compleet. Dat hoort er toch eigenlijk gewoon een beetje bij als je ook maar een klein beetje van muziek en muziekgeschiedenis had. Ja, ja dan zul je misschien denken: waar is dan uh, Dark Side of the Moon? Ja, die had ik op CD, dus geen vinyl. De laatste. Uh, die is bijzonder, denk ik, vergeleken met de andere platen die, uh, die ik heb laten zien. Maar ik heb het wel altijd een ontzettend mooie plaat gevonden. The Seeds of Love van uh, Tears for Fears. En die mannen hebben gewoon echt een hele mooie plaat geschreven en gemaakt. Met wat mij betreft uh, uh, echt klassieke nummers. Um, Sowing the seeds of love, sowieso, het nummer. Um, Advice for the Young at Heart zou ik ook zeker aanraden om eens na te luisteren. Maar ook Woman in Change, en dat hebben ze, ja, zie je wel. Dat is gezongen door uh, Alita Adams, en dat is echt fantastisch. Uh, het eerste wat ik ooit van uh, Tears for Fears hoorde was uh, dat liedje Shout. En daar was ik destijds niet enorm gek van. Dus toen dit uitkwam had ik zoiets van, eh, teers voor het zal allemaal wel. Maar deze plaat heeft me echt omver geblazen en die heb, ik, die heb ik zo vaak gedraaid. En dan ook echt opzetten en er echt naar gaan luisteren. Echt een ontzettend mooie plaat. Dus uh, mocht die per ongeluk aan je voorbij gegaan zijn, bij deze de tip. Teers voor viers, de see it self love Topper. En dat waren mijn vinylplaten. Um, ik heb eigenlijk geen idee hoeveel we er nu in zitten. Het filmpje is weer veel te lang geworden. Maar ik hoop dat je het leuk vond. Uh, je hoeft mij dus niet uit te nodigen voor challenges. Doe je het wel, dan ga ik er lekker helemaal niks mee doen. Behalve je naar dit filmpje verwijzen. En ik ga ook geen andere mensen challengen. Want ik doe niet aan Facebook challenges. Um, tegen: kan ik jou challengen om ook een filmpje te maken. Om uh, jouw vinylplaten te laten zien. Kom maar op. Ik, uh, ik hoop dat je het leuk vond. Zoals altijd... Uh, likes, dat zal allemaal wel, maar ik ga je natuurlijk niet verbieden om te liken. Abonnees, die kan ik goed gebruiken, want ik wil zo graag mijn Vanity Oil. Dus URL. Dus als je zou willen subscriben, daar zit hij. Dan help je me ook echt. Het, het voegt iets toe. Dus als je dat zou willen doen, bedankt. Oké, okay, tot de volgende keer.